Goedendag de Week video opgenomen op Kamp Amersfoort. En ik zal u dadelijk aangeven waarom dat zo belangrijk is. Dit weekend is er 6e keer Amerfortissimo, een kamermuziekfestival. Op een aantal locaties zijn daar concerten. Duren gemiddeld een uur. Voor jong en voor oud zeer de moeite waard. En vrijdagavond is de archeologische vereniging Amersfoort bij elkaar, omdat ze 25 jaar bestaan. En ik heb het geluk dat ik vandaag mee mag lopen met een wandeling. Nou, dat is een folder, kunt u ook te pakken krijgen. En daar staan de plekken op aangegeven die interessant zijn om te bezoeken. En dan leer je weer meer van je stad kennen. Dat feestje is trouwens bij Zandvoort aan de Eem, moet u zich wel even voor opgeven. Vorige week werd Leefbaarheid en Veiligheidsmonitor gepubliceerd. Iedere 2 jaar houden wij een groot onderzoek. Allerlei informatie over hoe mensen de stad ervaren, hoe ze hun wijk ervaren. Zeer de moeite waard. Via de website kunt u het rapport bekijken. En mocht u er vragen over hebben, geeft u ze dan even door. Kamp Amersfoort. Volgende week dinsdag wordt herdacht dat 71 jaar geleden het kamp werd overgedragen aan het Nederlandse Rode Kruis. Belangrijk moment voor veel Amersfoorters en ook nabestaanden van de mensen die hier gevangen hebben gezeten. En dat kamp, ja, dat wil het verhaal vertellen. Maar die wil niet alleen maar terugkijken, maar ook, ja, het ook plaatsen in de huidige tijd. En de directeur die is druk bezig, en zij niet alleen, om te zorgen dat dit herdenkingscentrum groter kan worden. Want er zijn steeds meer mensen die er komen. Maar ze kan zelf het beste vertellen waarom ze dat wil en wat er voor nodig is. Kamp Amersfoort is sinds het jaar 2000 een nationaal monument. En in 2004 is hier een bezoekersruimte neergezet die inmiddels volledig uit zijn jasje is gegroeid. Het aantal bezoekers neemt jaarlijks toe en het aantal scholen neemt jaarlijks toe. En we hebben eigenlijk gewoon te weinig ruimte. En als we naar de toekomst kijken, de belangstelling landelijk neemt ook enorm toe voor herinneringscentra als deze en ook voor de verzetsmusea. En de oud-gevangenen zijn er steeds minder, hè, omdat die een hele hoge leeftijd bereiken. Dus wij zijn heel erg bezig om de educatieve functie van Kamp Amersfoort nog veel verder vorm te geven. Het gebouw hier wordt bijna 3 keer zo groot. We krijgen een andere inrichting van deze binnenruimte. En de sfeer van destijds wordt voor een deel beter teruggebracht. En al die plannen die kosten geld. En we hebben al 1,5 miljoen binnen van de postcode loterij. We zijn met de gemeentes bezig en de provincie. En voor de eerste fase hebben we ruim 3 miljoen euro nodig. En voor de tweede fase nog eens 2 miljoen. Maar wat we ook doen is de eigen crowdfunding. De kunstenaar Armando is opgegroeid bij Kamp Amersfoort en dat schept absoluut een band. Zijn kunst is erop gebaseerd en hij heeft kunst voor ons gemaakt. Dus een ieder kan aandelen kopen in de ontwikkeling van Kamp Amersfoort. En bij €250 bijvoorbeeld krijgt u daar een bronzen boomblad voor cadeau. En voor €25 een kalender. En we hebben ook t-shirts met het kortste gedicht van Armando erop. Maar op de website kunt u daar alles over lezen. Kamp Amersfoort, ik hoop dat heel veel mensen in de stad het steunen en het mogelijk maken dat het centrum uitgebreid kan worden. Vorige week zei ik al dat de natuur zich van de betere kant laat zien. Het wordt warmer, de bomen bloeien, maar ook vogels strijken neer. En er is een ooievaarstel neergestreken op de Uiverhoeve. En dat is een kunstwerk bij de A28 Vathorst. En die twee ooievaars die zitten, ja, die zitten er niet zomaar. Die zorgen dat er nageslacht gekomen. Ik kan niet wachten totdat die kleintjes gaan uitvliegen. We houden het scherp in de gaten. Volgende week weer een nieuwe editie van de Weekvideo.